Dames en heren, welkom. Ik ga proberen om deze vergadering te openen. Ik voel enige uitgelatenheid, misschien wel kinderlijke opstandigheid, wellicht omdat u denkt dat het reces nakende is. En dat is natuurlijk ook zo. Maar voordat we zover zijn, moet u gewoon nog even deze vergadering met verenigde krachten goed doorheen komen. Welkom, ik open de vergadering en dat is hiermee gedaan. Mevrouw Ramerman van het CDA heeft zich afgemeld. De heer Uitslag is nog niet aanwezig, maar komt mogelijkerwijze nog. En we hebben burgers. Welkom. Twee aanmeldingen. Het gaat beide over mantelzorg. U weet hoe het moet, hè? Dit is knopje drukken en daarna moet ik u aan de tijd houden. En dat probeer ik ook, maar ik ben wel vriendelijk. Mag ik als eerste mevrouw Satter uitnodigen, namens Zorgcafé Dalfsen. En als u dan klaar bent met uw inspreken, dan is het fijn als u nog even blijft staan, want vaak komen dan toch nog vragen uit de raad, zeg maar. Dus, mevrouw Satter, aan u het woord. Goedenavond allemaal. Allereerst bedankt voor de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De reden dat wij hiervan gebruik willen maken, is dat Zorgcafé Dalfsen de afgelopen 3 maanden een pilot is geweest en wij duidelijk willen maken waar het Zorgcafé voor staat en wat we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd. Uiteraard hopen we daarmee politiek Dalfsen te overtuigen van dit burgerinitiatief dat het perfect aansluit bij de veranderingen in de zorg- en participatiesamenleving. We zijn erg blij dat we gesteund zijn door de gemeente Dalfsen, Participatieraad, Mantelzorgwerkgroep en de nieuwe welzijnskoepel. Maar ik sta hier niet voor niets. Het is gebleken dat we al veel bereikt hebben, maar 3 maanden is niet genoeg om een reëel beeld te schetsen over wat bereikt kan worden in het zorgcafé. In het zorgcafé staat de zorgvrager en de mantelzorger centraal. Verbinden, ontmoeten en ontspanning spelen hierbij een grote rol. Daarbij willen we samenwerken met de mantelzorgcoach en de mantelzorgmakelaar. Juist deze combinatie zorgt ervoor dat de mantelzorgers en de zorgvragers gezien en gehoord worden en zo nodig ook vroeg signalering kan plaatsvinden. We zijn de kick-off begonnen met de kleine 100 man. Nu, eind december, kijken we terug op een geslaagde pilot. De 34 dagdelen waren onder andere ingevuld met inloopochtenden voor diverse zorginstanties, themabijeenkomsten, cursussen, lotgenotencontacten, ontmoetingsavonden en er was informatie aanwezig van plaatselijke zorgaanbieders. In het zorgcafé hebben we onder andere de volgende bezoekers gehad. Mantelzorgers die niet van zichzelf wisten dat ze mantelzorger zijn. Ervaren mantelzorgers. Overbelaste mantelzorgers. Jonge mantelzorgers. En nieuwe mantelzorgers. Concreet heeft de pilot het volgende opgeleverd. De opkomst van de kick-off was een kleine 100 personen. We zijn met 13 vrijwilligers. De Zorgcafé-website is inmiddels 1275 keer bezocht. Het berichtenbereik op Facebook is 5846 keer. Waarvan betrokken personen bij het berichten 3368 keer. We hebben inmiddels 213 volgers. De totale opkomst in het Zorgcafé, exclusief de kick-off, is 141 man. De ervaringen en ontmoetingen van de afgelopen maanden kunnen we niet in cijfers uitdrukken. Maar enkele reacties van mantelzorgers zijn: de locatie is knus, gezellig, waardoor er veel en snel openheid ontstaat. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Er hangt een fijne sfeer en het is laagdrempelig. Nu hoeven we niet gelijk naar de gemeente voor hulp. Even geen zorgen. Het zorgcafé ontzorgt. Een plek waar je je mantel even af mag doen. Wij als vrijwilligers van het zorgcafé hebben het volgende ervaren. Er zijn mantelzorgers geweest die zichzelf niet als mantelzorger zien, maar toch komen en een fijne avond vol herkenning hebben. Nagenoeg alle mensen hebben aangegeven dat het fijn is om zorgervaringen te delen. Juist dat stukje herkenning en erkenning is heel belangrijk. Er is contact tot stand gekomen tussen 2 dames die beide door omstandigheden alleen zijn komen te staan. Ze doen nu wekelijks een kopje koffie bij elkaar. Er zijn mantelzorgers geweest samen met moeder die in het beginstadium zit van dementie. Ze zijn zoekende naar informatie en lotgenotencontact, maar hoeven nog geen hulp van instanties of van de gemeente. Ze hebben lotgenoten gevonden in het zorgcafé. Een aantal bezoekers van het zorgcafé hebben zich aangemeld bij de mantelzorgwerkgroep. Ook zijn er bezoekers die nu gericht naar een betrokken zorgcafé-instantie zijn gegaan met een hulpvraag. Er zijn een aantal mantelzorgers in het zorgcafé geweest die zwaar overbelast zijn.
Deze mensen zijn nu beter in beeld. Maar hoe nu verder? Er zijn 2 subsidieprojecten aangevraagd. In afwachting daarvan mogen we de eerste 2 maanden van 2017 door. Maar we willen graag heel 2017 door. We merken dat het zorgcafé steeds meer gaat leven en we hebben veel plannen. Om dit te kunnen bereiken hebben we draagvlak nodig. We willen bouwen aan de toekomst en daarom hebben we de steun nodig vanuit de politiek. Uiteraard ook financieel. Ik hoop van harte dat een ieder die de meerwaarde inziet van het zorgcafé zijn of haar mogelijkheden aanwendt om deze schakel tussen politiek en zorg structureel te maken. En daarop in te haken, er zijn een aantal mantelzorgers aan het haken geslagen. Wethouder van Martels, bij deze nodigen wij u uit om dit wiel, wat er aankomt, in ontvangst te nemen. Dit wiel staat symbool voor mantelzorgers die het wiel opnieuw hebben moeten uitvinden. Mantelzorgers hebben daar draden geknoopt, wat symbool staat voor hoe je je in de knoop kan voelen en de weerwar waar je tegenaan loopt. Er zijn verschillende kleuren gebruikt om de vele verschillen aan te geven van mantelzorg. Op de kaartje staan persoonlijke ervaringen over het zorgcafé en tevens tips, ideeën, wensen en vragen van mantelzorgers. Bedankt voor de aandacht. Dank u wel, mevrouw Sater. En dan gaat u dit overhandigen aan wethouder van Martels. En die kijkt uiterst in de war en in de knoop zelfs een beetje, geloof ik. Maar dit ga ik onderkluwen en dan kijken wat de mogelijkheden zijn. We hebben al regelmatig contact, dus daar ligt het niet aan. Het gaat nu om in ieder geval te zorgen dat jullie in ieder geval weten waar je aan toe bent. En ik hoor de wens, liefst voor langere tijd. Nou, kijken wat de mogelijkheden zijn. En van daaruit moet er weer perspectief gloren voor het zorgcafé. Nou, laten we kijken wat er mogelijk is. Hartelijk dank hiervoor. Ik ga een mooi plekje geven. Nou, waar? Dat zal nog even. Op uw kamer, wethouder van Martels. Op uw kamer. En blijft u nog even staan, want misschien zijn er nog vragen vanuit de raad. Ik kijk even rond of daar behoefte aan is. Mevrouw Schipborst. Dank u wel voor het inspreken en een hele duidelijke oproep om de verbinding te houden en in ieder geval ook daarbij de financiën te doen. We wensen jullie heel veel succes en hou dat lijntje met de wethouder intact. Het wiel draait vast. Nee, dank u vriendelijk. Ik geloof verder niet. Dank u voor uw inbreng. En dan nodig ik mevrouw Bos uit namens de werkgroep Mantelzorg Dalfsen. Ook een goede avond allemaal. Ik ben dus Annie Bos, voorzitter van de werkgroep Mantelzorg Dalfsen. Ook in Lemelenveld en Nieuw-Leuzen zijn zelfstandige werkgroepen. Wij komen als werkgroepen al meer dan 20 jaar op voor de belangen van mantelzorg in Dalfsen. Mantelzorgers. En mee door onze werkgroepen staat de mantelzorg gelukkig nu ook op de kaart in Dalfsen. Als vertegenwoordiger van de werkgroep Dalfsen wil ik graag aansluiten, daarom sta ik er ook, bij wat Nancy Satter net heeft verteld over het zorgcafé. Wij onderstrepen namelijk het belang van dit nieuwe initiatief. Want door middel van het zorgcafé worden met name de jonge, of ik moet zeggen jongere mantelzorgers, veel beter en meer bereikt. In de pilot van de afgelopen 3 maanden van het zorgcafé hebben wij dat met eigen ogen gezien. Als werkgroepen bereikten wij deze leeftijdsgroep, moeten we denken aan de 30ers en 40ers, moeilijker. De initiatiefnemers maken namelijk uitstekend gebruik van hun netwerken via Facebook en dergelijke. En dat werkte. En het zorgcafé is een laagdrempelige locatie en dat bleek een gouden greep. Tussen de werkgroep Mantelzorg en de initiatiefnemers van het zorgcafé bestaat een uitstekende samenwerking. Wij organiseerden in het zorgcafé bijvoorbeeld ook een themaavond voor werkende mantelzorgers, voor de jongere mantelzorgers. Wij zijn erg blij met het bereiken van deze jongere, vaak werkende mantelzorgers. De combinatie van werk en mantelzorgers is vaak zwaar. Het risico van overbelast raken is reëel. En het risico van het daarom moeten stoppen met werken is om een aantal redenen zorgwekkend. A. Het verlies van sociale contacten. B. Het verlies van inkomen. En C. Gevolg daarvan, fiscaal kan het nadeel
oplopen tot 6 keer zoveel belasting betalen als in de situatie dat de mantelzorger blijft werken, kan blijven werken. Kortom, wij pleiten ervoor als belangenbehartigers van de mantelzorgers in Dalfsen dat de gemeente de initiatiefnemers van het zorgcafé financieel in staat stelt om door te gaan. Dank u wel. Helder pleidooi. Ik kijk even rond of er behoefte is aan vragen. Meneer Rooijakkers, D66. Ja, voorzitter. Ik had bij de vorige betoog eigenlijk al dezelfde vraag willen stellen, maar ongetwijfeld kan mevrouw Bos die ook wel beantwoorden. Want ik hoorde zo even dat er voor 2 maanden respijt is voor het zorgcafé en dat er gevraagd wordt naar een langjariger toekomst. En mijn vraag is nou, wat betekent dat concreet? Betekent dat geld en zo ja, hoeveel? Weet u dat? Hoeveel weet ik niet. Nee. Nancy? Mevrouw Satter. Concreet geld, denk ik wel. Nou, hoeveel geld dat is, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd weten. Ik weet in ieder geval dat wij op dezelfde voet door mogen gaan zoals we de afgelopen 2,5 maand hebben gedaan. Dus dat bestaat waarschijnlijk iets van 20 dagdelen uit. 20 dagdelen van de 2 maanden. Maar hoeveel geld dat precies in omgaat, dat weet ik niet. Nou, zijn er dagdelen van gemeentelijke ondersteuners dan? Bedoelt u dat? Nee, het zijn dagdelen die wij nu afhuren van de Brinkhof. Ja. Dus gewoon ruimte, de kosten van ruimte? De kosten van de ruimte, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Dan is er een indicatie, denk ik. U wilt gewoon een plek hebben waar u door kunt blijven werken. Ja, inderdaad. Oké, okay, dat is een helder punt. Dank u vriendelijk. Meneer Rooijakkers, is dat voldoende voor u? Ja? Mag ik? Mevrouw Lasje, ChristenUnie, u bent nog niet klaar. U moet blijven staan. Ja, ik had een vraag. Dat kan aan mevrouw Bos, maar misschien kan mevrouw Stadtrum ook wel beantwoorden. Ja, als u daar gewoon met z'n tweeën blijft staan, dan... En daar kwam ik op omdat u zei dat u van de mantelzorg werkgroep bent in Dalfsen. En het café zit in Dalfsen. En u noemde al dat er ook werkgroepen zijn in Nieuw-Leus en Lemmerdeveld. Komen er ook mensen uit Nieuw-Leus en Lemmerdeveld naar het zorgcafé in Dalfsen? Weet u dat? Nieuw-Leus. Bij de opening waren ze in ieder geval. Maar het zorgcafé is, denk ik, speciaal meer gericht op de kern Dalfsen. Ik denk niet dat mensen zo gauw van Nieuw-Leuzen naar Dalfsen komen. Gebeurt wel enkele keer met de themaavond en ook het Alzheimercafé wat we samen organiseren met Carinova tot nu toe. Daar komen wel mensen uit Nieuw-Leuzen. Dus misschien als de pilot doorgaat, als de loop er een beetje in komt, dat dat wel kan gaan gebeuren. De mogelijkheid is in ieder geval open. Absoluut. Ja, betekent dat dan dat ook dat mensen uit de andere mantelzorgwerkgroepen ook hun mantelzorgers uitnodigen als er activiteiten zijn in het zorgcafé? Zekers, ja. Veel duidelijker dan dat kan het antwoord niet zijn. Mevrouw Schrijver. Dank u wel, voorzitter. U had het net over respijt voor het zorgcafé. Hoe belangrijk is daarbij voor u de locatie? Of zou het ook op een andere locatie kunnen? Nou, een locatie. Wij hebben expres gekozen voor de locatie in het centrum. Dat vinden wij heel belangrijk. Dat sowieso de werkende mantelzorgers sneller geneigd om naar het zorgcafé te komen als het snel tussen een boodschapje kan. Ook is het op loopafstand van de Rozengade wat wij heel erg belangrijk vinden. Natuurlijk zijn wij wel willend om te kijken naar een locatie, maar wel gericht in het centrum. Voldoende, mevrouw Snaar? Ja? Anderen nog? Mag ik het hierbij laten? Mag ik u bedanken voor uw inspreken? En volgens mij heeft u de volle aandacht van de raad gehad. Dank u wel. En daarmee sluit ik agenda punt 2 af. Vragenronde. Daar was geen behoefte aan, als het goed is. En dan ga ik naar agenda punt 4, vaststelling van de agenda. We hebben nogal wat akkoordstukken. Cultuurbeleid 2017-2020, Schatkamer van Dalfsen. Dat was akkoord, maar meneer Rooijakkers wil daar nog iets over zeggen? Ja, er is een motie. Vreemd aan de orde van de dag heet dat, geloof ik. Oh, neem me niet kwalijk. Ik ga zomaar door de vaststelling agenda heen. En u wilt een motie vreemd aan de dag? Ik ga terug naar agenda punt 4. Vaststelling, agenda, motie vreemd aan de dag. Wilt u indienen? Ja? Ja, die wil ik graag indienen. Oké, okay, dan maken we de agenda punt even kijken. 9 van. Namens de raad. Ja, prima. Het is goed.
Dan maken we daar even kijken 9a van, denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. En heb ik dan nu wel agenda punt 4 gehad, vaststelling van de agenda? Ja? Dan ga ik nu naar de akkoordstukken. Cultuurbeleid. Ik ging te hard. Voorstel, de inspraaknotitie cultuurbeleid 2007-2020 vast te stellen. Cultuurbeleid, Schatkamer van Dalsen, ruimte voor initiatief vast te stellen. Cultuurbeleid 2007-2020 uit te laten voeren volgens financieel scenario 4. De aanvullende eenmalige financiële middelen van 375.000 ten laste te brengen van de reserve vrij besteedbaar. De aanvullende structurele middelen van 15.000 mee te nemen in de perspectiefnota 2017 en de adviescommissie Beeldende Kunst per 1 januari 2017 niet langer te laten voortbestaan. Daar staat 375.00, maar dat moet 3 keer 0 zijn natuurlijk. Wie gaat akkoord? Dat doet u allemaal. En dan is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 6, startnotitie preventief gezondheidsbeleid. Voorstel is vast te stellen de startnotitie preventief gezondheidsbeleid 2017-2020. Ik ben allemaal akkoord. Bent u? Dank u wel. Dan is hij ook met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar afronding fase 1, haalbaarheidsonderzoek Agnieten College. En de heer Meijerink onthoudt zich van stemming. En zal zelfs geen deel uitmaken van de beraadslaging, maar blijft. Ja, verlaat u de vergadering, doet u dat maar. En dan, dat zal voor zeer korte duur zijn, mag ik hopen. Wij gaan naar het voorstel voor deelproject voortgezet onderwijs fase 2 uit te voeren voor de realisatie van de huisvesting en krediet beschikbaar te stellen van 3,3 miljoen. Hiervoor een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten en deze dekkingsreserve te voeden door een bijdrage van hetzelfde bedrag uit de algemene reserve vrij besteedbaar. Wie stemt daarmee in? Dat bent u allemaal. Dan is die met algemene stemmen aangenomen en verwelkomen we de heer Meijerink weer terug in de vergadering. En dan krijgen we agenda punt 8, verordening OZB, rioolheffing en leges. Komt er rechtstreeks erin. In het voorstel is de uitwerking opgenomen van de uitgangspunten die bij de begroting zijn vastgesteld. En van de raad wordt gevraagd om de verordeningen vast te stellen. Ik wou de bespreking in 2 rondes doen. Dus wie van u heeft behoefte? Meneer Nijkamp zie ik. Nee? Behoefte voor... Ja, ik dacht dat u op het knopje ging drukken, maar u drukte gewoon op de iPad. Ja, het is ook, het voorzitterschap van deze raad is ook geen eenvoudige zaak. Ik kijk even verder rond. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb een korte vraag. Hij is weer technisch van aard, maar er zit, ja, er is iets meer in dan dat. De tarieven worden keurig in de verordening uitgelegd. Het is volstrekt helder wat daar bedoeld wordt. Maar dit is natuurlijk altijd een combinatie tussen enerzijds de tarieven en de werkelijke waarde van woningen. Is er een inschatting gemaakt van wat nou de feitelijke, dus de reële stijging zal zijn van de lasten voor de burger? Andere. Meneer Nijkamp. Ja, deze keer niet op de iPad, maar inderdaad bewust gedrukt hier. Ik heb wel een vraag ook over die tarieven. En dat heeft ermee te maken, het verschil tussen de ontwikkeling in het tarief voor de gebruikers... belasting en de eigenarenbelasting voor de niet-woningen. Daar zit een verschil in. De een gaat omhoog en de ander gaat naar beneden. En als je dat allemaal naast elkaar legt, is dan de conclusie dat dat te maken heeft met het verschil in leegstand. Want anders kun je niet helemaal goed verklaren van waarom dat verschil er zit. En daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar, van of dat nou de reden is voor het verschil in de plus en de min. Dat is één punt. Tweede vraag, kan er iets gezegd worden over de bijkomende kosten vanuit GLBT, of GBLT moet ik zeggen. Tenminste, dat risico dat gaat zich waarschijnlijk daadwerkelijk voordoen. En het laatste is meer de opmerking dat de zogenaamde roeplijst, dat die in ieder geval van 2015 is. En het argument was dat die jaarlijks werd vastgesteld, maar goed, waarschijnlijk komt er dan nog wel een. Maar met name die eerste twee zijn dan echt concrete vragen. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. 3 vragen, 2 heel kort, zijn weliswaar een klein beetje technisch. Maar zodanig kort, ik hoef alleen maar even een ja of een nee, wat mij betreft, op geantwoord te worden. De eerste is, zijn grootverbruikers vooraf, zoals afgesproken, op de hoogte gebracht van een wijziging in de systematiek voor de rioolheffing? En de tweede, is Dalsen na deze aanpassingen nog steeds de goedkoopste van Overijssel? Eenvoudige vraag, dacht ik.
De derde. Ja, misschien zeggen herstellen. Zijn we dan weer de goedkoopste? Nee, de afgelopen periode waren we het niet, maar daarvoor wel. Oké, derde vraag. We missen de toegezegde mogelijkheid om de op te leggen heffing voor ondernemers die aantoonbaar slechts een gedeelte van het aangevoerde water op het riool lozen naar rate te verlagen. Waarom is die mogelijkheid niet opgenomen in de regeling? Dank u. Alsjeblieft. Anderen nog? Meneer Veldhuis, VVD. Ik heb een aanvullende vraag. Het gaat over die roeplijst versus de NEN-systematiek die we eerder aanhielden. Wat is de consequentie hiervan op de te betalen leges voor de inwoners? Stijgen deze? En is daar iets over te zeggen met hoeveel procent die gaan stijgen? Wethouder, heeft u alle kennis paraat? Onder andere de effecten van de NEN-lijst en dat soort zaken? Nee, voorzitter, dat heb ik niet. Dat zijn typisch vragen die moet u echt vooraf even stellen. Want die zijn dermate technisch dat ik daar geen antwoord op kan geven. Terwijl het ambtelijk apparaat dat wel kan. Meneer Wildvank, reële stijging van de last van de burger. U bedoelt daarmee, dat zo interpreteer ik het even, maar dat controleer ik even, dat de WOZ-waarde van woningen stijgt. En wij hebben daarbij altijd, hanteren we de wet van de communicerende vaten. Dus naarmate de WOZ-waarde stijgt, neemt het percentage iets af. We hebben wel een streefniveau wat we willen binnenhalen. Dat wordt jaarlijks vastgesteld. Dat heeft te maken met ook de uitbreiding van het areaal. Er komen woningen bij, er worden wegen bijgemaakt. Maar als het gaat om die WOZ-waarde die stijgt, dan klopt het. We doen dat nog altijd via communicerende vaten. Stijgt uiteindelijk datgene wat burgers netto moeten betalen? Dat is dus in een getal uitgedrukt. Voor de individuele burger niet, maar het totaalbedrag ja. En dat heeft puur te maken met de areaaluitbreiding. En eventueel, maar dat zal dit jaar niet zo heel veel zijn, de inflatie. ChristenUnie, verschil ontwikkeling gebruikers, eigenaren. Wordt dat veroorzaakt door leegstand? Ik kan het niet helemaal duiden wat u bedoelt. Het verschil tussen gebruikers en eigenaren is ingesteld om recht te doen op verzoek van de raad aan het fenomeen de vervuiler betaalt. Ik kan niet helemaal peilen wat dat met leegstand voor verband heeft. Voorzitter, misschien even een misverstand uit. Had u het over OZB of over de riolering? Dit gaat niet over de rioolheffing. Het gaat over de OZB. Dit gaat over de OZB. Oké, ja, dan klopt het. Dan klopt het. Antwoord luidt ja. Ja, nog even dat we elkaar goed verstaan. Wat klopt er dan? Het verschil wordt dan veroorzaakt door leegstand. En dan in zodanige mate dat er op dit moment minder leegstand is dan een jaar geleden? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat zou kunnen. Dat weet ik nou niet. Nou ja, dat zou het verschil tussen de plus en de min kunnen verklaren. Er is ook nog vanuit GBLT een controle gedaan op de cijfers die wij aangeleverd hebben. En daaruit bleek dat er meer panden in gebruik waren dan wij wisten. En dat maakt ook een verschil. Dus minder leegstand? Ja, dus minder leegstand. Oké. Je zou het kunnen duiden als een soort positieve ontwikkeling. Dat er toch minder leegstand is dan dat we misschien van tevoren bedacht hadden. Daar gaan we mee om van wat is nou de betekenis van die achterliggende argumenten. Ja, maar ook vandaag kreeg ik een e-mail van de afdeling. En daar blijkt dat wij hadden de verwachting dat er 500 nieuwe panden in gebruik zouden zijn genomen. En die zijn bij controle blijken die niet geproduceerd te zijn. Dus ik heb verzocht om maar eens na te gaan waar die dan gebleven zijn. U zegt daarmee, er is administratief nog wel wat te controleren. Er is administratief nog een uitdaging. Gelijktijdig zegt de wethouder ook, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat u geen algemene conclusies mag trekken uit het feit dat hier sprake is van een wijziging in cijfers. De administratieve werkelijkheid is in ieder geval zodanig dat we een betere bezetting hebben. Of dat de werkelijke beeld is, dat laten we dan nog even midden. Maar dat lijkt dan wel
een uitdaging voor GBLT dan wel de gemeente om dit aan te zuiveren? Want... Ja, nou daar zijn de gesprekken duidelijk ook helder over. Vanmorgen nog met een nieuwe kwaliteitsmanager kennis gemaakt. Daar hebben we ook onze zorgen uitgesproken. Als we kijken naar het verschil tussen de eerste voortgangsrapportage van GBLT en de tweede voortgangsrapportage, dan was daar ineens een lagere opbrengst die niet verklaard werd. En dat, kijk, ik snap best dat er iets verandert in de cijfers, maar daar wil ik er graag een verklaring bij hebben. Nou, daar zijn we mee bezig om die kwaliteitsslag te maken. Maar dat is zeker nog wel even een uitdaging. Bijkomende kosten GBLT, er zijn geen verhogende kosten bij GBLT. We hebben daar een bedrag voor afgesproken. Het enige wat wel speelt is dat naar aanleiding van een rapportage afgelopen januari van... Is dat PwC of was dat BMC? Ik kijk even naar de gemeente. BMC. Waar ook geconstateerd werd dat op het gebied van kwaliteit er nog een behoorlijke verbeterslag gemaakt zou kunnen worden, hebben de deelnemers, de gemeenten en de waterschappen besloten om een in te boeken voordeel, om daarvan af te zien en dat eerst de komende 2 jaar te besteden aan de kwaliteitsverbetering die ze intern echt noodzakelijk is. Dus wij krijgen iets later de revenuen ervan terug. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb beantwoord. Meneer Lochtenberg, eerste vraag ja, maar er is er eentje die heeft de griep gekregen en dat gesprek vindt na 1 januari plaats. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat was niet toevallig de allergrootste? Nee, die heb ik netjes een gesprek mee gehad. Nee, dat was een goed gesprek. Dat was geen probleem. Nou, het was wel een probleem, maar het is een goed gesprek geweest. Zijn we nog steeds de goedkoopste in Overijssel? Afgelopen jaar, terecht merkt u het op, waren we dat niet. Ik moet de cijfers afwachten als die gepubliceerd wordt, dat durf ik u niet te zeggen. Maar aangezien wij geen verhogingen doorvoeren, ziet het er, dacht ik, positief uit. En dan had u nog een vraag over, en dat heb ik niet zo snel kunnen opschrijven, toegezegde ontheffingsmogelijkheid, zoiets eigenlijk, geloof ik. Mag ik het even toelichten, voorlichter? Ik zei voorlichter. Ja, u zei voorlichter, maar ik verstand u toch. Excuus. Het gaat om, met name in het onder agrariërs zijn er nogal wat die veel meer water afnemen als ook daadwerkelijk teruglozen op het riool. En we hebben afgesproken dat degene die aantoonbaar kan maken dat hij dus niet loopt, veel minder loost, daar naar rato terug zal zien op zijn aanslag rioolheffing. Daar ging het om. Prima, ben ik volstrekt met u eens. En als het er niet in staat, dan gaan we toch zo handelen. Ik constateer dat de heer Uitslag toegetreden is tot de vergadering. Welkom, meneer Uitslag. En het verschil tussen roeplijst en nenlijst, moet ik u schuldig blijven? Dat weet ik niet. Maar misschien komt u daar schriftelijk op terug. Nou, dat zou kunnen, maar niet nadat er vanavond een besluit wordt genomen. Dus als er vanavond een besluit wordt genomen, komt u daar schriftelijk op terug? Voorzitter, ik zal de afdeling vragen om het verschil tussen beiden, om die duidelijk te maken. Maar het laat onverlet dat vanavond deze verordeningen moeten worden vastgesteld. Laatste punt had u al duidelijk gemaakt. Ik ga even kijken. U krijgt een antwoord, meneer Veldhuis, op uw vraag. Ik ga even kijken of er nog behoefte is aan een tweede ronde. Niet? Is er nog een behoefte aan een opinierende ronde? Mag ik gelijk naar de oordeelsvorming toe? Heeft u daar nog behoefte om iets te zeggen? Ook niet? Mag ik hem in stemming brengen? Wel, meneer Lochtenberg wel. Dank u, voorzitter. Als wij alles juist bij elkaar hebben opgeteld, dan mogen wij concluderen dat de totale stijging van de voorliggende gemeentelijke heffingen beneden de 1% blijft. En we blijven daarmee voor onze inwoners in ieder geval een gemeente met prima voorzieningen, waar het prettig wonen is tegen lage gemeentelijke lasten. Een compliment voor ieder die hier continu aan meewerkt, zowel ambtelijk als hier in deze raadzaal. Het maakt ons werk, vinden wij hier als raad, extra de moeite waard. Dat het niet vanzelfsprekend is, dat zien we in de gemeente om ons heen deze weken. Om de voorzieningen daar op peil te houden zijn flinke verhogingen van de OZB nodig. Met betrekking tot de rioolheffing wordt gestart met een in het afgelopen najaar in deze raad besproken wijziging van systematiek.
We krijgen een splitsing van de heffingen, een eigenarenheffing en een gebruikersheffing en een grootverbruikersheffing. Waarbij de grootverbruikers meer naar werkelijk gebruik gaan betalen. Prima. Deze wijzigingen doen meer recht aan het principe de vervuiler betaalt. En de wethouder heeft zojuist al aangegeven dat ondernemers die dit aan kunnen tonen dat ze minder lozen ook minder zullen gaan betalen. Prima. Op het eerste gezicht bevatten de lezersvoorstellen weinig wijzigingen. We willen wel nogmaals aandacht vragen voor de tarieven voor vooroverleg en voor het verkrijgen van principeuitspraken bij bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen. We hebben geen enkele moeite met het verhalen van kosten op projectontwikkelaars. Maar we willen bijvoorbeeld leegloop van het platteland voorkomen door onder andere ruimhartig om te gaan met aanvragen voor alternatieve woonvormen en voor kleinschalige activiteiten in vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat daarbij vaak om initiatiefnemers die de weg nog niet kennen. We verwachten dat de gemeente hen op weg helpt, onder andere door laagdrempelige advisering. Een rigide uurtje-factuurtje insteek helpt dan niet echt. We horen graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Ons voorlopige oordeel is dat we tevreden zijn over de geringe kostenverhoging. En met de extra aandacht voor aantoonbaar minder lozende bedrijven. En we hopen voor de kleinschalige initiatieven in de VAPS. Kunnen wij akkoord gaan met de vaststelling van de drie voorliggende verordeningen. Anderen nog? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. We zijn blij dat we kunnen vasthouden aan de cadans van meeliften met de inflatiecorrectie. En laten we daar proberen om vooralsnog niet bovenuit te komen. En dan blijven we gewoon keurig op een plek staan die we wensen. Waarbij niet het doel is om de laagste te zijn, maar om verantwoord om te gaan met de gegeven middelen. Wat ons betreft akkoord. Anderen nog? Wethouder van Leeuwen, de heer Lochtenberg had nog iets van een vraag in zijn opinie. Ja, dat hoorde ik ook. Maar dezezelfde raad heeft het college in het verleden opgedragen om kostendekkend te werken. En daar wil ik toch de raad op wijzen. En of dat nou via uurtje factuurtje gaat, zoals u dat noemt of niet, er zijn mogelijkheden voor en die worden ook benut. Door inwoners om even van tevoren te komen overleggen, te vragen wat de weg is, hoe ze dat het beste kunnen doen. En dan wordt hen de weg gewezen zonder dat daar onmiddellijk een factuur aan vast zit. Maar op het moment dat er werkelijk werk voor ze verzet wordt, dan willen we toch wel proberen kostendekkend te zijn. Meneer Lochtenberg, een duidelijke reactie? Duidelijk genoeg. Ja? Dank. Dank u wel. Dan kijk ik of ik hem in stemming mag brengen. Mag dat? Mag ik in de stemming brengen? Dan gaat hij in beeld. Dan gaan de punt 8 verordeningen OZB rioolheffing en lezers 2017 voorstellen is vast te stellen. De verordening over ontzaakbelasting 2017, verordening rioolheffing 2017 en de lezersverordening 2017. Gaat u akkoord? Doet u allemaal? Met algemene stemmen? Dan is hij aangenomen. Dank u vriendelijk. Dan gaan we naar agenda punt 9. Verruiming aanmeldtermijn spreekrecht burgers. Ik ben hier portefeuillehouder. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad en van u wordt gevraagd om de reglementen van orde te wijzigen op dit punt, zodat de aanmeldtermijn verruimd wordt. Dus ik vraag u niet om in zijn geheel het reglement door te nemen, maar alleen maar op dit punt. Besprekingen twee ronden. Heeft iemand van u behoefte aan vragen? Meneer Aanmaker? Ja, voorzitter, we hebben een korte vraag. Voor de rest is het een goede zaak dat die verruiming er komt. Maar op maandag is het nou op 10 uur gesteld en wij zouden het graag zien dat het naar 12 uur ging. Dus dat je de morgen nog de tijd hebt om contact op te nemen met de burgemeester of met de griffier om in te spreken. Nou ja, het zet net iets meer druk op de griffie, hoor ik de griffie tegen mij zeggen. Maar zegt de griffie dat als de raad dit graag wil, dat de griffie dan bereid is om die druk te ondergaan. Ja, en ik zelf denk dat het prima is. Het gaat maar ik zit even kijken, er moet ergens een grens zijn, hè? Want je wil de vergadering ook kunnen voorbereiden enzovoort enzovoort. Dus, maar wat ik u wil zeggen is, van nu mag het ook 12 uur worden, dat hoor ik u zeggen. Mevrouw Schiphorst. Dank u wel, voorzitter. Nou, dezelfde vraag hebben we technisch gesteld. Waarom het verschil tussen 12 uur voor de raad en 10 uur voor onze inwoners?
En inderdaad, de griffie heeft toegelicht dat het inderdaad met de werkdruk te maken heeft. Maar onze wens is wel om dat gelijk te trekken. Maar, dat dus. Een beetje. Meneer Nijkamp, in dezelfde lijn? Nou, dan toch even over dit punt. Ik kan me voorstellen dat er niet zozeer een interne reden is om tegen 12 uur te staan. Maar potentieel een externe. En ik leg het maar even in het midden. Want stel je voor dat je relatief veel insprekers hebt. Dan krijgt men dus ook pas na 12 uur te horen dat men in plaats van 5 minuten het moet regelen in 3 minuten. En gelet op de voorbereidingstijd van menig burger is dat wel een punt om mee te nemen. Dat is zo. Nu komt dat eerlijk gezegd niet zo heel vaak voor. En die paar keren dat het voorkomt, dan hebben we toch te maken waarschijnlijk met een wanordelijke situatie. En dan zullen we toch naar bevind van zaken moeten handelen. Dus de praktijk is dat mensen, 1 of 2 mensen, te laat zich realiseren. Omdat ze ook gewoon niet thuis zijn in onze werkwijze en in onze procedures. Dus ik ga er helemaal niet over, maar het is ik ben portefeuillehouder trouwens. Ik ga er wel over realiseren, ik ben eens. Maar ik voel er wel wat voor om er 12 uur van te maken, als de raad dat een goed idee vindt. Ja? En we kunnen het altijd terugdraaien als het niet werkbaar blijkt te zijn. Nu vind ik het in de praktijk soms niet fijn om tegen mensen te moeten zeggen dat... Maar, zullen we het dan kijken of we het besluit kunnen nemen? Mag ik hem dan gelijk in... mag ik dan eerst... moet ik dan eerst het amendement om van 10 uur 12 uur te maken, dat wordt gedeeld door de raad. Ja, dus de 10 veranderen in 12. Dat is dan een officieel besluit, dat is hiermee genomen. En dan ga ik dan naar het voorstel. Vast te stellen, de eerste wijzigingsverordening reglement van onze orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van de Gemeente Delft 2014. En de eerste wijzigingsverordening reglement van de orde voor de vergadering van de Raadscommissie van de Gemeente Delft 2014. Gaat u daarmee akkoord? Doet u dat allemaal? Dan is die met algemene stemming aangenomen. Dan ga ik naar het nieuwe punt, 9a, motie vreemd aan de orde van de dag, motie Vliegveld Lelystad. Meneer Rooijakkers, ik geef u het woord. Nou, voorzitter, de bedoeling van de motie is om nog eens een keer te onderstrepen wat we in de commissie met elkaar besproken hebben, namelijk dat we in beginsel raadsbreed akkoord waren met de voorstel voor de wijze van aanpak van het college, dat we die hier en daar nog wat hebben aangepunt, aangescherpt, waarover dan samen toch met het college wel overeenstemming was. En het idee is om deze motie in stemming te brengen en in beginsel proberen unaniem ook voor te stemmen. Inmiddels hebben mij die berichten bereikt, maar dat kunt u natuurlijk niet als een besluit zien nog. Maar dat ook waarschijnlijk zal gaan gebeuren om zeg maar ondersteuning te geven, niet alleen aan het college, maar juist om deze unaniem aangenomen motie hopelijk te kunnen gebruiken om ook aan andere gemeenten te laten zien van doe ook iets dergelijks. Ga ook jullie provincie, ga ook richting Den Haag, ga ook met je gemeenteraad hierover in de slag om de lobby zo effectief mogelijk te voeren. Dat is de achtergrond ervan. Dankjewel. Ik zal hem even in beeld brengen dat iedereen weet waar het over gaat. U kent allemaal de motie. Dat mag ik aannemen. Die is gedeeld met u allen. En dan ga ik hem 1 keer voorlezen en dat doe ik voor thuis. Vindt u dat goed? En dan ga ik hem straks bij de besluitvorming niet nog een keer voorlezen. Maar dan weet thuis ook, weet iedereen die kijkt ook waar we het over hebben. Raadsvergadering 19 december 2016. Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Delft dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp uitbreiding vliegveld Lelystad. Gelezen, gehoord. Het luchthavenbesluit van 12 maart 2015 tot uitbreiding van vliegveld Lelystad en daarmee gepaard gaan de bepalingen van de vliegroutes voor nadering en starten, constaterende dat deze vliegroutes voor een belangrijk deel gesitueerd zijn boven de gemeente Dalfsen en in ruimere zin boven delen van het Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug en de Kop van Overijssel. Constaterende dat dit luchthavenbesluit inzicht geeft in veiligheidsrisico's, geluidsbelasting en de vlieghoogbeperkingen in de directe omgeving van de luchthaven Lelystad. En constaterende dat er weliswaar een milieueffectrapportage is opgemaakt, maar dat voor het gebied ten oosten van Zwolle de effecten op natuur en milieu niet zijn onderzocht en of niet zijn gerapporteerd. En constaterende dat de resultaten van de zogenaamde alderstafel Lelystad onvoldoende inzicht bieden voor onze regio,
Overwegende dat het besluit om vliegveld Lelystad uit te breiden zoals in het koninklijk besluit is vastgelegd, niet ter discussie staat of wordt gesteld. De vliegroutes onderhevig zijn aan beperkte ruimte en mogelijkheden en als zodanig evenmin ter discussie staan. Er door de nu geplande vlieghoogte met veel vermogen gevlogen moet worden met aanzienlijke geluidsoverlast, milieubelasting en risico's voor de volksgezondheid en botsingen met vogels tot gevolg. De veiligheid en leefbaarheid op deze manier in algemene zin negatief wordt beïnvloed en er een potentiële bedreiging voor het milieu, bedreiging voor het toerisme ontstaat, spreekt uit dat er wel mogelijkheden zijn tot optimalisatie van de vlieghoogte en het aanvliegprofiel boven de gehele provincie, zoals blijkt uit het alternatieve voorstel van de heer Van Nes. Spreekt uit dat de mogelijkheden onderzocht en getoetst moeten worden, bijvoorbeeld via het inschakelen van gespecialiseerde buitenlandse instantie, zoals de National Air Traffic Services in de UK. Er alsnog een milieueffectrapportage moet worden opgesteld voor het betrokken gebied ten oosten van Zwolle, roept het college op alles in het werk te stellen om de verwachte negatieve effecten op de leefbaarheid in het Vechtdal en andere delen van Overijssel te minimaliseren en daartoe in ieder geval bij de provinciale en de Rijksoverheid aan te dringen op het uitvoeren van onderzoek naar milieueffecten en onderzoek naar het optimaliseren van de aanvliegroutes en aan te dringen in overleg te treden en gezamenlijk op te trekken met de gemeente Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwarte Waterland en Zwolle. En deze unaniem aangenomen motie ter kennisneming door te sturen aan de gemeenteraden in de regio en de provinciestaten van Flevoland, Gelderland en Overijssel. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door vertegenwoordigers van alle fracties in onze raad. Dat is de motie zoals die is voorgelezen, waarbij het inderdaad toch een beetje grappig is dat al dat in de motie staat dat die unaniem is aangenomen. Ik geloof dat dit een oxymoron is. Dus dan moeten we eens een keer kijken of dit, zeg maar, in termen van logica kan. Ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Maar ik sluit niet uit dat de uitkomst de tekst zal rechtvaardigen. Is er nog behoefte vanuit het college om iets over deze motie te zeggen? Ja, voorzitter, ik ben erg blij met deze motie en die geeft duidelijke steun aan het traject dat in is gezet. En met welnemen van de raad zullen we hem ook naar alle Tweede Kamerfracties sturen. Dat lijkt mij ook een goede aanvulling. Daarnaast heeft Griffie een apart dossier aangemaakt, Luchthaven Lelystad, en daar gaan wij proberen alle informatie die er tot nog toe is geordend neer te zetten, zodat u makkelijk over de informatie kunt beschikken. De griffier meldt even dat hij morgen op het rest is, vandaag nog niet. Het zal wel iets met werkbrug te maken hebben. Dat wou ik ook net zeggen, ja. Zijn er nog verder, meneer Nijburg, ChristenUnie? In de eerste plaats willen we, voorzitter, de D66 bedanken voor het feit dat ze daar voortouw in hebben genomen en dat ook volhouden en vasthouden. We ondersteunen dat graag. We zijn ook blij met de toezeggingen van het college die al gedaan zijn. En we zullen zelf op 6 januari onze naburige gemeente, onze partijgenoten en ook die van de provincie dit punt op de agenda zetten en bespreken. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Kouw, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ook wij zijn blij met de motie die is opgesteld en gaan deze mede ondertekenen. En even ter informatie, wij hebben ook de Tweede Kamerfractie van het CDA geïnformeerd en gesproken. Dus daar is het inmiddels ook bekend. Maar deze motie mag er uiteraard achteraan. Dank u wel. Meneer Jutte, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn natuurlijk heel blij dat deze motie ook in Den Haag terechtkomt. Wij als lokale partij hebben natuurlijk iets minder contact in die kant op. Meneer Royak, dus ook dank dat u dat ook het voortouw genomen hebt. En we hopen dat, want ik fietste vanavond nog van mijn huis hier naartoe. En er komen er twee vliegtuigen over en je hoort ze heel goed. Ik ben bang als ze dan op 1000 meter hoogte overkomen van dat erg storend zal zijn. Dus ik hoop dat dat niet doorgaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutte. Meneer Royakkers, ik vermoed dat er gewoon algemene steun is. Zal ik hem in stemming brengen? Vindt u dat goed? Dan gaat u terug in beeld. Maar ik had al gezegd, lees hem niet nog een keer voor.
Met uitzondering van de openingszin, als ik die kan lezen. Roept het college op alles in het werk te stellen om de verwachte negatieve effecten op de leefbaarheid in het Vechtdal en andere delen van Overijssel te minimaliseren en daartoe in ieder geval bij de provinciale en rijksoverheid aan te dringen op het uitvoeren van onderzoek naar milieueffecten en onderzoek voor het optimaliseren van de aanvliegroutes en in overleg te treden en gezamenlijk op te trekken met de gemeente Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartmaterland en Zwolle. Mag ik van u weten of u daarmee instemt met deze motie? Dat doet u allemaal. Dat is met de algemene stem het geval. Dank u wel. Dan is die motie aangenomen. Dan ga ik verder met de agenda. Kom ik bij de overige agendapunten. Agendapunt 10, vaststellen besluitenlijst 28 november 2016. Bij mijn weten zijn er geen opmerkingen. Dat klopt. Dan sta ik hem vast. Dan ga ik naar agendapunt 11, ingekomen stukken. We hebben een openbare lijst en een besloten lijst. En als we over de besloten lijst willen praten, dan zullen we dat vertrouwelijk moeten doen. Dus dan moeten we de vergadering veranderen qua status. Meneer Wildvank. Ja, ik heb even twee vragen over twee verschillende onderwerpen. De eerste gaat even over de brief die er is gekomen in zaken het JOP. Jongerenopvangpunt noem ik het maar even. Het staat ter afdoening in de handen van colleges, snappen we helemaal, zijn we het ook graag mee eens. Maar het is wel een heel serieus te nemen onderwerp en we zouden heel graag te zijn de tijd even horen hoe dit nou verder gaat. Want het is wel iets wat met enige regelmaat even weer boven water komt. En het tweede, dat gaat over de prestatieafspraken met de woonstichtingen, de woningcorporaties. Dit is volgens mij iets wat nu tot stand is gekomen, die prestatieafspraak op basis van de woonvisie. Dus ik zou graag bevestigd willen krijgen, dat mag vandaag, maar mag ook op een later moment, dat datgene wat in de prestatieafspraak is afgesproken, helemaal conform datgene is wat in de woonvisie staat. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij willen graag punt met betrekking tot het ontbreken van het JOP in Dalfsen graag geagendeerd zien in een commissievergadering. En we roepen het college dan ook op om dit te doen en hierbij dan een kort advies toe te voegen. We hebben de jongeren gesproken van de week. En ik moet zeggen, ze zijn heel voortvarend in hun plannen daarin. En ik denk dat het zeker de moeite waard is om dit ook in een commissievergadering terug te laten komen. Nou, even die JOP, want u vraagt eigenlijk om hem te agenderen in een commissievergadering. En u wilt daar een collegevoorstel bij. Met betrekking tot de JOP. Is dat, versta ik u goed? Ik kijk even eerst rond in de raad als u dat goed vindt voordat ik naar de wethouder toe ga. Meneer Kouwen, ja, op dit punt graag. Ja, zeker. Wij zouden ons graag willen aansluiten bij de voorstel van de VVD om hem te agenderen. Ook omdat we het initiatief waardeerden van de jongeren in Dalfsen, dat ze hier zelf ook mee zijn gekomen in samenwerking met de SMON en de politie. Maar ook om nog wat breder te trekken, misschien ook richting Lemmerveld en even de situatie in Nieuw-Leuzen. Omdat we ook bij de jongerengesprekken in Lemmerveld hebben gemerkt dat er behoefte zijn aan een job. Dus misschien kan daar ook in samenwerking bijvoorbeeld met de politie ook een korte analyse over plaatsvinden. Dus we zouden iets breder trekken. Mevrouw Kappert. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons daarbij aan als gemeente Belangen. Wij hadden ook de vraag aan de wethouder of aan het college wat hiermee te doen. En nou ja, de vragen zijn gesteld en wij scharen ons daarachter. En met name ook de vraag van het CDA in Lemmerveld leeft de vraag ook. Dus we zijn benieuwd of er inderdaad in een breder perspectief bekeken kan worden. Nou, u beslist dit. Dus ik kan wel de wethouder nog vragen. Mevrouw Lasje, neem me niet kwalijk. Ja, het wordt een beetje afgezegd, maar ik sluit me aan bij alle voorgaande sprekers. Prima. Nou, en toen is de raad met algemene stemmen, geloof ik, wat de heer Wildvank, u ook neem ik aan. Dus wethouder, vraag aan u is, meneer, zou u dat kunnen doen? Want we leggen het dan ook in handen van de agendacommissie uiteraard. Maar ik neem aan dat u daar bereid op bent als de raad u daarom vraagt of niet. Nee, uiteraard. Maar ik dacht eerst twee mensen die voor waren. Ik denk dat breidt zich langzamerhand wel uit. En dat blijkt ook wel. Het wordt een heel onderwerp zo langzamerhand. Wilt u nog een kadernoot erbij of niet? Het kan allemaal geregeld worden namelijk. Nou, maar ik zou eigenlijk alleen maar willen dat we het onderwerp agenderen. En dat er een korte notitie bij geschreven wordt over de stand van zaken. En over wat u voornemens bent om te gaan doen. En dat lijkt me voldoende. En dan kunt u zich ook ambtelijk laten ondersteunen. Dat is ook altijd handig.
Dat is volgens mij de vraag nu op dit moment. Geen beleidsnotities, maar gewoon zeggen wat u gaat doen. Ja? Is dat oké? En dan had ik nog dat tweede punt, neem me niet kwalijk, van de heer Wildfank. En dat was het punt dat te maken had met prestatieafspraken, wethouder Agricola. Is de visie één op één vertaald in de prestatieafspraken? Prestatieafspraken zijn in de geest van de woonafspraken. Er is een geestelijk sterk verband tussen beide, meneer Wildfank. Ja, dat lijkt me ook heel goed. Andere nog in het kader van... Ik heb over een ander onderwerp nog. Mevrouw Schippers, graag. Ja, dank u wel. En dat gaat over het actieplan Waargeletterdheid. Dat staat onder de mededelingen en we zijn er blij mee. Actieplan en het budget wat erbij hoort. We omarmen het actieplan. Het heeft veel raakvlakken. Ook met de nieuwe dalsalaren en ook met de armoedezaken. En voortvarend van start. Succes. Bemoedigende woorden, dank u wel. Meneer Uitslag, CDA. Voorzitter, gaat over de vertrouwelijke lijst waar we als fractie graag een keer over bijgesproken zouden willen worden. Wellicht via het presidium, anders in een besloten vergadering. Maar ik laat aan de gang de commissie of het anders is. U heeft een punt op de vertrouwelijke lijst waar u graag een keer over bijgesproken zou willen worden. Met daarbij de suggestie om het of via het presidium of via een besloten vergadering te doen. Ja, maar dan geef ik sowieso de voorkeur aan een besloten vergadering. Als dat altijd kan, want ik neem aan dat u dan ook inhoudelijk erover wil spreken. In ieder geval is geïnformeerd te worden. Ja, maar dan moeten we eraan informeren. Ik denk, ja, vindt u het goed dat we dadelijk even dan toch formeel dat netjes doen in een vertrouwelijk deel van de vergadering? Nee, maar dat is, u kondigt dat nu aan. Anderen nog? Heb ik dan met uitzondering van dit punt alles gehad? Dan kan ik ingekomen stukken en mededelingen niet aftikken, maar dan schors ik de vergadering voor een enkele minuut om deze te transformeren in een vertrouwelijke vergadering. En dan verzoek ik degenen die daar niet bij horen om de zaal te verlaten.